Als intredelied nemen we liednummer 822. Alles begon met God. 822. Vrienden, mogen wij inzien waartoe Gods woord ons roept. Mogen wij dit samen zijn zegenen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede vrienden, hier vooraan staat het beeld opgesteld van onze lieve vrouw van Fatima. Wij gaan dat beeld ook vandaag zegenen. En we daarbij ook een getuigenis horen van een van onze bedevaarders die meegeweest zijn naar Fatima op bedevaart. Daarna zullen we ook het bedevaartslied zingen, onder leiding van het koor. En dan ook zullen wij vragen dat wij de boodschap van Fatima goed zouden begrijpen en er ook naar handelen en leven. Dat gebeurt na het evangelie. Er was eens een man zonder gezicht. Hij was blind, zo werd gezegd. Of was het dat men hem niet wilde zien, omdat hij een bedelaar was? Iemand die bedelt om aandacht, die schreeuwt om gezien te worden, die verlangt naar warmte en liefde. Hij was blind, zo werd gezegd. En toch was hij de enige die zag wie Jezus was. Misschien omdat hij zijn blindheid onder ogen durfde zien en wist dat hij een ander nodig had om mens onder de mensen te kunnen zijn. Ook wij, die ogen hebben om te zien, wenden wel eens de blik af voor wie of wat ons niet ziet. Daardoor blijft God door ons vaak ongezien. Beseffend wie we zijn en wetend dat de Heer ons hart kent, bidden we nu eerst om vergeving. Heer, er zijn heel wat mensen die het moeilijk hebben, maar wij lopen er liever met een grote boog omheen, zodat we ze toch maar niet hoeven te zien. Daarom, Heer, ontferm u over ons. Christus, soms oordelen we te snel en ten onrechte over anderen, omdat we te weinig moeite doen
om hun bedoelingen goed te begrijpen. Daarom, Christus, ontferm u over ons. Christus, vaak zijn we blind voor uw boodschap, omdat we al te zeer op onszelf gericht zijn. Daarom, Heer, ontferm u over ons. Mogen God ons vergeving schenken en onze ogen openen voor de weg naar zijn rijk. Amen. Laat ons bidden. Barmhartige God, verblind door angst, soms door tranen en soms door hoogmoed, zien wij vaak niet dat Gij uw hand naar ons uitstrekt. Leer ons zien, geloven en hopen en in blind vertrouwen de weg gaan, ons aangewezen en voorgeleefd door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen. In de eerste lezing zegt Jeremia dat er hoop is voor het volk van Israël. In de tweede lezing zegt Paulus ons dat een priester door God is geroepen. En in het evangelie horen we hoe Bartimeus na zijn genezing Jezus volgt. Luisteren we nu naar die lezingen uit de Heilige Schrift. Eerste lezing. Lezing uit de profeet Jeremia. In die dagen sprak de Heer tot Jeremia: er komt een tijd dat ik mijn verdeelde volk weer één maak zoals vroeger. Dan bevrijd ik de kinderen van Israël uit het verre land van hun ballingschap. In die tijd zal ik de God zijn van alle stammen van Israël en zij zullen mijn volk zijn. De dag breekt aan dat de wachters in het gebergte roepen: kom, wij trekken naar Jeruzalem. Wij gaan op naar de Heer, onze God. Jubel van vreugde en juich om onze God, die redding heeft gebracht aan zijn volk, aan die kleine rest van Israël.
Want zo spreekt de Heer: ik haal hen terug uit hun ballingschap en breng ze weer samen. Ook zij die moeilijk kunnen gaan trekken mee. De blinden en lammen, de vrouwen in verwachting, ook al is hun huur gekomen. In grote groepen keren zij terug. Bedroefd gingen zij heen, getroost breng ik hen terug. Ik leid hen langs beken vol water en over begaanbare wegen, waar zij niet struikelen. Ik ben toch hun vader. Israël is mijn eerstgeborene. Zo spreekt God de Heer. Tot zover deze eerste lezing. Als tussenzang zingen wij lied 922, Als God ons thuis brengt. 922. Tweede lezing, lezing uit de brief aan de Joodse christenen. Broers en zusters, elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen om voor hen bij God ten beste te spreken. Hij heeft als opdracht gaven en offers op te dragen tot uitboeting van zonden. Hij kan begrip opbrengen voor allen die uit zwakheid en onbegrip verkeerd deden. Want hij is ook maar een mens. Daarom zal elke hoge priester offers opdragen. Niet alleen voor de zonde van het volk, maar ook voor zijn eigen zonde. En niemand kan dit eervol ambt voor zichzelf opeisen. Hij moet evenals Aaron door God geroepen worden. Zo is het ook gegaan met Christus. Hij heeft zichzelf niet de eer van het hoge priesterschap toegekend. Het is God geweest die hem geroepen heeft en gezegd: Gij zijt mijn zoon. Ik heb u in het leven geroepen. Zoals hij ook ergens anders zegt:
Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. Tot zover deze tweede lezing. Laten we nu opstaan voor het Alleluia-vers. Zij met u. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd kwam Jezus in Jericho. En toen hij met zijn leerlingen en nogal wat volk uit Jericho vertrok, zat een blinde bedelaar langs de weg. Hij heette Bartimeus. Zodra hij hoorde dat Jezus van Nazareth voorbij kwam, begon hij hard te roepen: Jezus, Zoon van David, zie naar mij om en help mij. Maar de mensen snauwden hem toe: houd toch uw mond. Maar hij riep zo hard hij kon: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus bleef staan en zei: zeg hem dat hij hier komt. En ze riepen de blinde toe: vooruit, sta op, Jezus roept u. De blinde wierp zijn mantel af, sprong overeind en kwam naar Jezus toe. En Jezus vroeg hem: wat wilt ge dat ik voor u doe? De blinde zei: Rabboni, ik zou zo graag willen zien. En Jezus hernam: ga, uw vertrouwen is uw redding. En onmiddellijk kon hij zien en hij volgde Jezus op weg naar Jeruzalem. Tot zover deze woorden uit de blijde boodschap van Marcus. Bij het einde van de oktobermaand, ook de rozenkransmaand genoemd, vonden we het gepast een getuigenis af te leggen van ons verblijf in Fatima. 2 weken geleden zijn 9 mensen van onze geloofsgemeenschap op bedevaart geweest naar onze lieve vrouw van Fatima van de Rozenkrans. Voor elk van ons was het de eerste maal. Een enorme ervaring. Samen met zo'n 50 andere bedevaarders uit gans Vlaanderen zijn we dit mariale oord gaan bezoeken. Onze eerste indruk was vooral het intense, serene gevoel van thuiskomen bij onze hemelse moeder. De mooie basiliek waar de 3 zienertjes, Lucia, Francesco en Jacinta, begraven liggen, is als een centraal punt omgeven door een enorme esplanade. De verschijningskapel, plaats waar Maria aan de 3 herdertjes, Lucia, Francesco en Jacinta, verschillende malen is verschenen, is een bidplaats waar dagelijks op verschillende momenten het rozenkransgebed gebeden wordt in verschillende talen. Ook de eucharistievieringen worden hier opgedragen aan onze lieve vrouw van Fatima. De vele kaarsen die we hebben doen branden en de intenties die we meegenomen hadden vanuit de puurste geloofsgemeenschap hebben met grote nederigheid toevertrouwd aan onze lieve vrouw van Fatima. De kruisweg
die voor sommigen zeer lastig was, heeft ons erg geraakt. Ook daar was ons gebed voor jullie. Deze kruisweg werd afgesloten met een aangrijpende Eucharistieviering. Het hoogtepunt echter van gans onze bedevaart was zeker de internationale viering op 13 oktober. Verjaardag van de laatste verschijning van onze lieve vrouw van Fatima. Groots en indrukwekkend. Voorgegaan door de bisschop van Hiroshima, Japan. De grote verbondenheid met meer dan 30.000 pelgrims van over alle hoeken van de wereld was een emotioneel gebeuren. Vooral wanneer het Onze Lieve Vrouwbeeld werd uitgewuifd met duizenden witte zakdoekjes. Een zee van witte zakdoekjes. Velen hebben een traantje weggepinkt. De voelbare verbondenheid in de grote mensenzee was hartverwarmend. Daar in Fatima, de plaats waar inderdaad de hemel de aarde heeft geraakt. Ook mochten enkele getuigen zijn van deze aanraking. Zo gaf een jonge vrouw haar comfortabel stoeltje af aan een zichtbaar minder begoede oude vrouw. Op zich niets bijzonders. Wat je aan de minsten van de mijne hebt gedaan, heb je aan mij gedaan. Na de viering was de dankbare omhelzing van deze twee vrouwen zo innig en emotioneel dat ook wij er beschamend geraakt van werden. Het kleine wonder van Fatima was groots in zijn eenvoud. Op de laatste dag van onze bedevaart hebben we in de Eucharistieviering onze doopbeloften plechtig hernieuwd. Kortom, deze bedevaart heeft ons allen erg aangegrepen, omwille van de hemelse boodschap die ons zijn doorgegeven door drie eenvoudige herdertjes, Lucia, Francesco en Jacinta. De boodschap, boete doen voor de zondaars die we allen zijn en bieden voor de vrede van de wereld, geen evidentie in deze tijd. Toch zijn we met een hart vol goede intenties teruggekeerd en hebben we ons aan onze lieve vrouw van Fatima toevertrouwd. Deze ervaringen wilden we zo graag met jullie delen in deze getuigenis. Nemen we nu misschien ons briefje dat we gekregen hebben bij het binnenkomen van de kerk? Mogen onze lieve vrouw van Fatima onze moeder ons allen zegenen, bieden we nu samen het gebed ter ere van onze lieve vrouw. Ja. Moeder van God en onze moeder, drie herderskinderen mochten u zien in Fatima. U vroeg een gebed voor vrede in de wereld. Zij werden zwaar op de proef gesteld. Ook ons geloof wordt dikwijls op de proef gesteld. Vaak blijven we steken in een lauwe getuigenis, gebrek aan durf en daadkracht. Wij bidden tot u, onze lieve vrouw van barmhartigheid, mogen door uw voorspraak bij onze Heer ons geloof groeien, ons vertrouwen toenemen en onze angsten verdwijnen. Geef ons de kracht om te bidden voor vrede. Waar ook ter wereld, vrede in onze omgeving en vrede in en met ons. Laat uw onbevlekte hart onze toevlucht zijn op weg naar God. En we gaan nu over tot de zegening van het lieve vrouwbeeld dat hier op het altaar staat. Heilige Maagdenmoeder, beeld van het nieuwe Jeruzalem. In u zien wij met vreugde wat wij zelf eens hopen te zijn. Wij kiezen u, heden Maria, tot voorbeeld van onze toewijding aan God.
Blijf voor ons een hoopvol teken dat ons voortdurend oproept tot een leven van geloof, hoop en liefde. Ons leven en ons heil hebt Gij in uw geloof en liefde ontvangen. Moeder van de Verlosser, in uw toewijding aan God, het eerste jawoord van de verloste mensheid, werd het geloof van de kerk geboren. Gij zijt de nieuwe Eva, de moeder van alle levenden. Daarom durven wij een beroep doen op uw machtige voorspraak. Zegen de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tot zover ons getuigenis en ons gebed tot onze lieve vrouw van Fatima. Mogen ook wij, naar het voorbeeld van de erdercus, boete doen en bidden altijd en opnieuw voor de vrede in de wereld. Bidden we voor mensen aan de kant, wier leed niet wordt gezien, wier armoede niet wordt opgemerkt, dat zij eindelijk de aandacht krijgen die ze verdienen en zo weer op weg worden geholpen. Laten wij bidden. Bidden we voor mensen in het donker, klein gekregen door tegenslag na tegenslag. Mensen wie het water aan de lippen staat, dat zij een gewillig oor blijven vinden voor hun zorgen en verdriet. Een schouder om op te huilen en zo weer licht beginnen te zien. Laten wij bidden. Amen.
bidden we voor mensen die van elkaar vervreemd zijn, die niets meer van elkaar verwachten, dat zij de sleur weten te doorbreken, dat ze leren kijken met andere ogen en zo wegen vinden tot hernieuwd geluk. Laten wij bidden. Bidden we voor vrede in onze wereld, vooral in Ivoorkust. Laten wij bidden. Bidden wij voor hen die geroepen zijn het woord van Jezus te spreken, voor alle gemeenschappen die Jezus willen volgen, dat ze hem niet angstvallig voor zichzelf houden, maar dat ze met hem op weg durven gaan om mensen te redden. Laten wij bidden. Ook bidden wij voor onze dierbare overledenen die ons met het teken van geloof zijn voorgegaan. Deze viering gedenken wij José Dalemans en dochter Els van de Vondel. Mogen al onze dierbaren opgenomen worden in de vreugde van de Heer. Laat ons bidden. God, Gij wilt niet dat wij dwalen in duisternis. Licht ons bij op onze levensweg, dan zal uw koninkrijk ons niet ontgaan. Amen. Als offerandelied nemen we lied nummer 746. Lieve vrouwen van ons land. 746. Gezegend zijt gij, God, Heer, al wat leeft, uit de milde hand hebben wij het brood ontvangen, en u dragen we op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, Heer, al wat leeft, uit de milde hand hebben wij de beker ontvangen, en u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
Bid dan, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer dit offer uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van geheel zijn heilige kerk. Amen. God van mensen, op tafel staan hier brood en wijn. Eten en drinken voor mensen die niet open ogen uitkijken. Naar een nieuwe wereld, waar niemand meer honger of dorst heeft. Wij vragen u, kom in ons midden en doe ons handelen naar uw geest, die ons laat zien waar het in het leven op aankomt. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. God, wij danken u omdat gij een God van liefde zijt. Een God die ogen en hart heeft voor ons zoekende mensen. Wij danken u omdat gij de naam van elke mens geschreven hebt in de palm van uw hand. Wij danken u omdat gij herkenbaar zijt in elke goede mens, waar ook ter wereld, in ogen vol mildheid, in een teder gebaar. Overduidelijk hebt gij dat getoond in Jezus, uw mens geworden Zoon. Als geen ander gaf hij gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen. Gij zijt de hand op onze schouder, de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert. In alle mensen die ons om ons bekommerd zijn, die ons vergeven en aanmoedigen, mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. Als liefde ook ons hart beroert, onthullen wij iets van uw gelaat. Omdat wij dit mochten ervaren, danken wij u schroomvol en zingen u toe vol vreugde. Heilig zijt gij, Heer, heel de schepping komt van u, naar u gaat onze dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, en met de kracht die uitgaat van de Heilige Geest, verwekt gij leven en eiligt gij de wereld. Telkens weer roept gij volk bijeen, opdat van oost tot west een zuiver offerande u wordt opgedragen. En wij bidden u, heilig deze gaven die hier voor u zijn neergelegd, en maak ze door uw Heilige Geest tot lichaam en bloed, van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, heeft hij brood genomen. En tot u in dankzegging gebeden, heeft het gebroken aan zijn leerlingen gegeven met de woorden, neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd heeft hij ook de beker genomen. In dankzegging tot u gebeden, heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden, neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. En verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon, die ons verlossing heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis,
zijn opgang naar u die in de hemel zijt. En in dankzegging bieden wij u aan dit levend en heilig offer totdat hij wederkomt. En wij bidden, zie naar de offeranden van uw kerk en herken het lam van ons geslacht tot offer van verzoening. Beziel ons met zijn heilige geest, opdat wij vernieuwd door het lichaam en bloed van uw zoon één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in Christus. Hij mogen ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave aan u. Dan zal het erfdeel dat ge voor u uitverkoren hebt weggelegd, ons ten deel vallen. Samen met heilige maagd en moeder Gods Maria, met de zalige apostelen en martelaren en met al uw heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen, want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij u. Mogen dit offer van onze verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. Begeleid uw kerk op weg naar u. Bevestig haar in geloof en liefde. Samen met de dienaar Franciscus, onze paus. Met onze kardinaal, onze hulpbisschop. Met alle bisschoppen, priesters en diakens, waar ook ter wereld. En met heel het volk dat gij het uwe noemt. Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap, van wie gij zoveel dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen, die in verdeeldheid zijn uiteengegaan. En schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. Ook bidden wij voor onze zusters en broeders die gestorven zijn. Voor allen die ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen in uw rijk, vervulling van de hoop die ons eigen aard is opgewekt door Christus onze Heer. Want door hem deelt geen overvloed aan iedereen uw goede gave uit. Bidden wij nu tot God onze Vader. Wij staan daarvoor recht en we zingen samen. Met opende ogen in het leven gewogen staan. Het geeft ons zicht op wat rondom ons gebeurt, een goed inzicht op wat de diepere gronden zijn van waaruit alles zich voordoet. Het geeft ons uitzicht op de weg die moet worden gewandeld. Vrede met onszelf, met wie we zijn, met onze talenten en onze gebreken. Opent de weg naar vrede met elkaar, dichtbij en veraf.
Een vrede die niet mag toedekken, maar ons oproept om op weg te gaan naar een wereld van doorzichtigheid, van eerlijkheid, van recht geven aan ieder ander, van elk zijn plaats geven in ons midden. En die vrede van de Heer zij dan ook met u allen. Geef elkaar ook een teken van vrede en verbondenheid. Gelukkig wij allen die nu genodigd worden aan de maaltijd van de Heer. Zie hier het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat je tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus, beware ons ten eeuwige leven. Amen. Als communielied zingen we lied nummer 559. De Heer heeft mij gezien. 559. Laten we het nu met z'n allen nog even stilmaken voor een korte bezinning. Heel veel mensen hebben een overvloed aan muziek, maar ze zijn van binnen niet blij. Heel veel mensen hebben een overvloed aan televisie, maar ze zien elkaar nauwelijks. Heel veel mensen hebben een overvloed aan zenders, maar ze kunnen elkaar niet meer ontvangen. Heel veel mensen hebben een overvloed aan geld, maar ze zijn armer
dan ze zelf weten. Heel veel mensen hebben een overvloed aan kennissen, maar ze kennen niemand echt. Heel veel mensen hebben een overvloed aan goden, maar de onbaatzuchtige God is hun onbekend. Heel veel mensen zoeken naar echt contact, naar de echte ontmoeting die niet te koop is, maar die je ontvangt als je omziet naar elkaar, als je aandachtig leeft met elkaar. Laten wij dan bidden. God, gij laat het werk van uw handen niet los. Steeds opnieuw, de eeuwen door, zoekt gij naar nieuwe wegen om ons telkens weer te doen ervaren hoezeer wij u ter harte gaan. Trek uw handen nooit van ons af. Wees ons nabij in goede en kwade dagen. Blijf tot ons spreken en tot alle mensen wereldwijd. Dit vragen wij door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen. En willen we nu opstaan voor Gods zegen en zending. Goede vrienden, laten we met nieuwe ogen het goede zien, waarin God toont dat Hij er voor ons is. Mooi ons de ogen openen wanneer verdriet, angst of onmacht ons verblindt. Gaan wij als de genezen Bartimeus de weg op, de weg van Jezus naar Jeruzalem. Onderweg zal God ons zegenen en bewaren. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Deze week donderdag vieren wij het feest van Allerheiligen. Er is hier dus een Eucharistieviering om 11:00. Willen we nu naar huis gaan met het vrede van de Heer, wel thuis en nog een aangename zondag.